Dit is een maandplanner. Dit is een voorbeeld van de maandplanner van juni, de examenperiode. Het is heel belangrijk dat we werken met kleuren, met vaste afspraken eigenlijk, zodanig dat je direct weet dat kleur is bijvoorbeeld. Hier staat er in het rood, examen wetenschappelijk werk. Dat weet hij, die dag is het effectief examen. Terwijl de dag ervoor staat er in het groen, examen leren wetenschappelijk werk. Dus dat wil zeggen, die dag moet ik het leren. Ja. Ook activiteiten die ertussen gepland worden, bijscholingen of ook toffe dingen, een barbecue, staan er ook allemaal in, zodanig dat hij een heel duidelijk beeld heeft wat er hem allemaal te wachten staat. Als hij dat niet heeft, is dat voor hem chaos. En dan functioneert hij niet goed. Waarom zijn die kleuren zo van belang, Cedric? Nou, dat kan er zo elkaar slaan. Dat zou er bijvoorbeeld staan, examen, leren, Latijn, maar zou het in het goed staan. Of gewoon in zo staan, zou ik even goed kunnen denken dat ik de dag examen Latijn heb. Ook al staat erbij leren, is het moeilijk als er geen kleurtjes bij zijn. Dan kijk ik daar meestal gewoon over. Zes. Is dat haalbaar? In zes? Welke tijd? Een uur? Ja? Dan gaan we het een keer opschrijven. Van 12 uur tot 12 uur 10. Van 3 tot 6. Cedric heeft dus nood aan begeleid studeren. Ook het tijdbesef is zeer moeilijk voor Cedric. En een timetimer is ideaal. Het maakt geen geluid. Het is geen tikkende klok die serieus op de zenuw kan werken bij Cedric. En het is ook visueel. U ziet dus de tijd echt. Het rode is de tijd die nodig is om te studeren of om gelijk welke activiteit te doen. En zo verglijdt het en zo zie je ook de tijd minderen. Dus zo is er een visueel beeld van, zo lang moet ik mijn activiteit bij Cedric nu studeren of doen.